Een losgeschoten trailer is zaterdagmorgen rond 11:15 een woonhuis aan de Ginderhoven in Hezen binnengereden. De bewoner van het huis raakte gewond. Hij is met snijwonden en een pijnlijke rug overgebracht naar het ziekenhuis. De trailer hing achter een loder van een firma uit Someren en door onbekende oorzaak schoot de trailer los. De chauffeur van de graafmachine kwam met de schrik vrij en is rond 11:30 met de machine verder gereden. De schade aan de woning is enorm. De trailer wordt voorlopig niet weggehaald omdat de kans groot is dat de woning dan geheel instort. De brandweer, die ter plaatse was met een speciale container waarin materialen zitten om te stutten, zorgde ervoor dat de situatie ter plekke zo veilig mogelijk is. De weg werd afgesloten voor het doorgaande verkeer en er is ter plekke onderzoek gedaan naar de oorzaak van het ongeval. Nee. Ja. 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 Ja.